passando por bo, que net posco, é que nós mais interessa de nada. Edson, já subi por baixo. Edsel heeft de prothese nu 21 jaar. Er is een kleine kleinigheid wat vervangen moet worden. Er is een lok wat vervangen moet worden. Kan u laten zien of is dat hier nu moeilijk? Ja, ik kan het wel even laten zien. Even leggen meer een pin. Er zit een pin, dat is de bevestiging en er zit dus onder in de prothese zitten een gat met een lokmechanisme wat dan bij de pin in bevestigt. Zijn lok is nu een beetje aan versleten, dus hij heeft dat hij op een gegeven moment niet voldoende pakt. Dat moet vervangen worden en is afgekeurd door de SVB. Mag niet vervangen. Mag niet vervangen. Wat moeten we daar nou mee? Dat betekent dat Edsel, die dus helemaal 21 jaar tops functioneert, in één keer een prothese reparatie niet geaccordeerd krijgt en dus gewoon naar de rolstoel terug moet. Als je maar de mensen heeft de benen. Ik hoor dat van ons komen patiënt. Ik heb ons massa draad in de kino. Een lak, om je pijn te lak, het faal je, kan dat beter faal je. Het zal je bek. Het faal je bek. Dat gewoon een pieza ku agasta. Anto door ku pieza gasta, beste cambie, anto una besco cambie. Het is oké, trouwens, het moet functioneren om bom bij de tempo. En als het niet vervangen wordt, dan? Als het niet vervangen wordt, krijg je gewoon een situatie dat zijn prothese niet meer functioneert, dat je er niet meer mee kan lopen, want dan kan hij anytime zo eraf vallen. Ik heb meer patiënten, net als Edsel, die op een gegeven moment met een kleine reparatie weer verder kunnen. En dat is ook heel belangrijk. Edsel heeft nu 21 jaar gefunctioneerd met zijn prothese. Heeft 21 jaar gewoon gelopen, alles gedaan, is al lang uit de rolstoel en leeft gewoon zijn leven normaal zonder rolstoel en kan alles doen. En zoals we net hebben gezien, ook gewoon kan fietsen, hij gaat overal naartoe op zijn fiets. Op het moment dat je dus die lok niet vervangt, maak je hem invalide.